gewoon bij het kasteel van Sinterklaas. Nu Sinterklaas weer in Nederland is, logeert hij in dit kasteel in Helmond. Alle kinderen zijn daar welkom. En dat lieten ze zich geen twee keer zeggen, merkte de Sint. Ja, maar daar is het ook om begonnen, hè. Laten we eerlijk zijn, ik vind het heerlijk om al die schatten van kinderen te mogen ontmoeten hier in het mooiste kasteel van het land. De wegwijspiet liet de kinderen alle kamers van het kasteel van Sinterklaas zien. De schatkamer, de slaapkamer. En ze mochten zelfs even meehelpen in de bakkerij. Allemaal schatten in je handen ronddraaien. Dan zullen we dadelijk uitleggen hoe je... Wat ben je nou aan het doen? Ben je een pepernoot aan het maken? Ja. Ga je die niet stiekem opeten dan? Nee. Dat is wel lekker al dat snoep hier, hè? Heeft iedereen dit? Ja! Maar dan mag je niet opeten, maar mag je alleen maar helpen maken. Niet opeten? Als troost werd er nog wel even gezongen met de pieten. En bij het horen van die liedjes kwam de Sint zelf even kijken. Of toch niet? Nee, maar ik ben gewoon verkleed. Je lijkt wel echt heel goed op de echte Sinterklaas. Ja, want ik heb eventjes geen handschoenen aan. Dat is het enige verschil met de echte. Ja. Wil jij de echte Sinterklaas ontmoeten? Het kasteel is iedere dag open, behalve op maandag. Dag!